Tellen we af? Ja. Vanaf 3? Ja, dat doen we elke week, Mo. Oké. Okay. 3, 2, 1. Deze week is Moïse de Sjaak. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de auto wordt gezet naar een voor haar nog onbekende locatie. Yes, holy shit! Zodra de zak en koptelefoon afgaan, heeft ze nog 10 minuten om zich voor te bereiden op hetgeen wat ze vandaag gaat doen. Eeuw! Hup, erin! In één keer! Want ik vind het echt niet leuk! Ik wel. Kom ik toch weer makkelijk vanaf. Alles voelt vies! Jongeren zijn zich steeds meer bewust van voedsel. En zo zie je dat de vegetarische industrie steeds groter wordt. Degene die vandaag de emmer over zich heen krijgt, die gaat het opnemen tegen een snackspair in een vegetarische frikandellenwedstrijd. Ik hoop dat je wint. Oké. De snackspair, voor degene die hem niet kent, hij heeft een legendarisch Instagram-account waarin hij je vertelt wat je wel en niet moet snacken. Nu weet ik dat Mo heel erg bezig is met voeding, dus of zij daar nou op zit te wachten om allemaal frikandellen naar binnen te werken, dat betwijfel ik. Maar hey, ze zijn vegetarisch. En Mo, die is vegetariër, dus ze moet eigenlijk niet zeiken. Mo, schuif even een beetje op. Hallo? Oh my god. Off we go. Heb jij al geluncht vanmiddag? Nee. Nou, dat komt goed uit. Als ik maar geen dieren hoef te eten. Nee, je hoeft geen dieren te eten. Daar hebben we allemaal rekening mee gehouden. Daar krijg ik echt paniek van. Ik denk dat dit het vervelendste tot nu toe is. De opdracht? Nee. Oh, wat je over je heen hebt gekeken? Ja. Ja, dat zeker weten. Wil je mij er voorzichtig uithalen? Moet even in. Ik hoor niks. Lopen. Ik hoor niks. Wacht, ik zet die muziek even uit. Zo, hoor je me nu? Ja. Moet ze eruit? En dan lopen. Nu rechtdoor lopen. Hij gaat zo meteen. Hij gaat nu. Lopen. Oh, het lukt niet. We kunnen er niet samen in. Oké. Okay. Oh, kut. Ho. Ik gooide mijn telefoon achter je aan. We zijn er bijna. Au. Oh. Ja, kom maar door, Mo. Je bent nu net langs de kotsbak gelopen, denk ik. Wat op. Ben je er klaar voor, Mo? Nee, tuurlijk ben ik er niet klaar. Heb je gezien hoe ik eruit zie? Dat klopt. Dag, Moïse. Hoi. Ik weet niet wie je bent, maar dat je me nu al uitlacht, dat betekent veel goed. Ben je bekend met de snackspair? Een beetje. Nou, blijkbaar niet. Ik ben Eke, ja. Ook bekend als snackspair. Ja, ja. Wij gaan lekker wat frikandelletjes eten. De vraag is alleen, hoeveel kun jij erop in 10 minuten? Maar je moet er wel echt en hoeveel gaan, heb jij dit al eerder gedaan? 0 keer eerder, maar ik denk dat ik het kan. Hoeveel denk je erop te kunnen? Ik denk er minstens 6. Ik verwacht er wel minstens 8 van jou dan. Want jij gaat dit winnen. Kom op. Ik ga hiervoor. Ik ga helemaal die frikandellen kapot maken. Hoeveel ga je er eten? Als jij zegt 6, dan wil ik minimaal 7. Oké, kijk. Ik ga even bij de frikandelletjes kijken, denk ik. Ja? Bij je frikandel kijken. Kijk eens eventjes, wat een berg frikandellen. Ik denk niet dat die allemaal opgaan vandaag. Maar dat is mooi, want ik heb ook nog niet geluncht. Het zijn bijna 100 frikandellen. Ik ben dus inmiddels al 15 jaar vegetarisch. En ik weet, toen ik net vegetarisch werd, was er echt niks te koop. Nee. Zie jij dat veranderen? Want voor mijn gevoel is het nu echt veel meer. Je hebt alles vegetarisch. Er zijn heel veel nieuwe snacks gekomen in de supermarkt. Maar die zijn allemaal onbewust vegetarisch. Ja. In de zin van, ze benadrukken het geen eens meer dat het vegetarisch is. En als je toch vlees wilt, dan ga je toch lekker naar de snackbar. Ja. Dus, en je eet dus ook veel vegetarisch. Ja, zeker. Het is ook heel erg lekker. Behoorlijk zware plaat is het ook, hoor. Hey. Oh, god. Ja. Hoeveel zijn dit er? 100. Mag ik een vraag stellen? Zeker weten. Mag ik een fles mayo? Een fles mayo? Ja, ik zie daar een fles staan, maar ik denk dat ik die nodig heb. Dan glijdt hij lekker naar binnen. Dames en heren, mag ik alvast een davend applaus voor niemand minder dan de snackspair en Moïse. Dan rust mij alleen nog de vraag, snackspair, ben jij er klaar voor? Nee. Oké, nou dat is pech. Ik hoop wel dat jij er klaar voor bent, Moïse. Nee. Want jij moet gaan winnen. Oké, ja. Nee. Godverdomme. 2, 1. Oh. Zo, jezus. Oh. Oh, het is echt geen lekkere frikandel. Nee, echt niet? Nee, is echt goor. Dat is echt heel heet. Zal ik vast voor je blazen? Ja. Ik denk, heeft nog nooit iemand mijn frikandel voorgeblazen. Ik heb vanmorgen mijn tanden gepoetst, hoor. Ik heb er al één op. Dit is echt een hele gore frikandel. Daarvoor! Ik kan ze alvast openmaken, zo dreugen. Ja, dankjewel voor de tip. En aan hoeveelste zit jij? Dus mijn eerste nog steeds.
Echt? En dat is mijn tweede, ja. Oh ja, precies. Maar voor een frikandellen eetwedstrijd vind ik dat jullie langzaam aan het eten zijn, hoor. Ja. Erbij. Het is zo warm, Bram. Dan duw eens even in dat water, hier. Hup. Gadverdamme! Oh. Lekker, Mo. That's the spirit. Afkoelen, daar kan ik in één keer door. Precies. Het staat 2-2. Ja. We hebben nog 7 minuten op de teller. Je loopt voor. Dit is mijn derde. Je hebt er nu 3 op, hè? Ja. Ja, heel goed. Dan loop je bijna op schema. Gadverdamme. Je hebt ons hele team heb je hier te verantwoorden. Ja. Laat maar. Oké, 3 op. Oh. Jij legt eentje voor. Ah. Moet even drinken. Welke slokje, Mo? Het water is helemaal bruin geworden. Weer spijt van deze hap. Op 4,5 minuut. Sorry, ik kwam even naar boven. Ik heb al yoghurt over mij en ook niet nog kot. Kom, Mo, volgende, hier. Ja, Bram. In de mayo. Hup. Oh. Nee, ja, Bram. Ja, door eten. Oh. Nog 3,5 minuut. Hup, doorslikken. Wil jij expres langzaam aan het eten? Ik langzaam, ik begin jou in te houden nu. Helemaal niet, dus mijn vijfde. Ja. Dus ook, oh, ja, precies. Dus ja, ik ga net zeggen. 2,5 minuut. Oh, mijn god. Gewoon niet. Nee, oh. Ik kan niet meer. Het gaat goed, Mo. Ik ben trots op je. Blijf door eten. Zo. Ik begin te hikken. Ik maakte me zorgen over mijn kleding, maar nu maak ik me gewoon zorgen over waar ik zo ga kotsen. Nog 1 minuut. Nee, ik kan niet meer. Kom op, Mo. Nog 30 seconden. Ja. Kom eten. Ik ben een kok als. Ik zie de tranen in mijn ogen. Oké, nog 15 seconden. Voor eten! 5, 4, 3, 2, 1! De winnaar is Moïse! Godverdamme! Goed gedaan, Mo. Ik ben trots op je. Gadverdamme. Ja, is echt zo vies? Het is echt nou, wel in 10 minuten 6 van die dingen. 6, hè? Ik 5. Ja, je hebt het echt goed gedaan. Die eerste dacht ik echt, woe, ja, nou, lekker. Grappig was, bij de eerste moest ik al bijna overgeven, omdat ik hem zo goor vond. En toen bij de tweede, derde, vierde dacht ik, hé, het begint ergens op te lijken. Ja, dat is en dus toen bij de richting de 50 ging het weer echt zo, maar ik vind het echt niet lekker. Nee, maar jij bent zo'n expert dat jij dus direct proeft dat dit slecht is. Ja. Ik eet dit nooit, dus voor mij is alles lekker. Ja. Nou, blij dat je er zo van genoten hebt, Mo. Nou, laten we niet overdrijven. Ik denk dat ik zo naar het toilet ren. Zo. Alles kan. Oh, dit is nog. Gaat echt lekker. Nou, Mo, laten we deze eventjes gaan uitdelen. Rust ons nog 1 ding en dat is jullie bedanken voor het kijken. Mochten jullie nou een leuk idee hebben dat we de volgende keer kunnen doen, doe het dan hier onder in de comments. Ja. En hetzelfde geldt voor wat we in de emmer kunnen doen. Hè? Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.